Hallo en welkom bij nog een hoorcollege van Backend. Mijn naam is Mike de Rijken en ik ben docent aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Goed, we hebben het er juist gehad over, of in het vorige hoorcollege hebben we het er juist gehad over models en data. Om verder te bouwen daarop gaan we nu kijken van hoe gaan we daar nu op queryen, eens alles is opgezet, en hoe gaan we die, eventueel nog data gaan seeden ook. Dus echt data gaan voorzien als dummy data, altijd heel handig. Dat je niet altijd moet gaan formuliertjes gaan invullen voor dingen te testen. Kan heel makkelijk en vereist niet veel code. Goed, queries. We hebben een aantal mogelijkheden uiteraard met de database. Denk aan de standaard CRUD-acties, CRUD, de create, reads, updates en deletes. Dus hier hebben we de inserts, de selects, de updates en de deletes. We gaan kijken van hoe elke... hoe elke manier zeg maar nu werkt binnen Laravel zelf en hoe we de query builder daarvoor kunnen gebruiken. Een insert. Oké, dus we gaan data gaan aanmaken. Dus een van de zaken, zoals ik al in de vorige slides heb getoond, is we maken een nieuw object aan van hetgeen dat je gemaakt hebt. Denk aan post, denk aan users. Ik geef aan een bepaalde property een waarde. En dan gaan we die data gaan opslagen door gewoon het pijltje save te gaan uitvoeren. En automatisch gaat Eloquent die data gaan opslagen in de database. Hoe gaan we zaken gaan selecteren, uit de database halen, een selectster from users of selectster from posts bijvoorbeeld. We gaan de where clause ervoor gebruiken, of toch één van de, straks gaan we zien dat er nog meerdere mogelijkheden zijn, waar content, in dit geval content, is gelijk aan, moet exact hetzelfde zijn als test, pijltje, get. Dus model, dubbelpunt, dubbelpunt, where, laat ons toe om verder te bouwen. We gaan altijd, we willen meerdere van zien. Get duidt op het einde van de query. Als we get zien, is alles ervoor kan fluctueren en kan meerdere waardes bevatten. Maar get zegt einde query, geeft mij alle resultaten terug die voldoen aan de voorgaande selectie. First doet juist hetzelfde als get, geeft mij alle records die voldoen aan de voorgaande query. En daarvan de eerste, die ga ik opslagen. Er zijn ook een shortcut natuurlijk, post, dubbele punt, dubbele punt, all. Geef mij gewoon alle posts. Heel simpele syntax, heel simpele code daarvoor. En geef mij het model terug met het ID 10. Dus find gebruikt de primary key ID daarvoor. Pas wel op, als je een andere primary key hebt gezet, manueel, door $ primary underscore key in het model toe te passen, dan ga je natuurlijk find hier moeten gebruiken met die key. Find en all kunnen niet uitgebreid worden met where, als zijn eigenlijk meer shortcuts voor heel snel alles of één specifiek iets te vinden. Goed. Wat krijgen wij terug? En dat is misschien belangrijk, dat is niet een simpele array, dat is een Laravel collection van models. Dat zit ook weer standaard uiteraard in Laravel, anders zou het geen Laravel collection noemen. En die geeft ook extra functies erbij. En we kunnen erop filteren, soorten, uiteraard. For each kunnen we erop gaan doen. Meer info erover staat in de documentatie. Geeft eigenlijk veel meer kracht dan een simpele array. Een update, we hebben nu al insert gehad, we hebben select gehad. Update. We halen dat op. Dat is een combinatie van daarjuist eigenlijk. We gebruiken een where-clausule voor één element op te halen in dit geval. Dat element gaan we de titel van gaan veranderen. En save gaat eigenlijk gewoon erover opslagen. Het verschil is hier. Posts.save. Gaat zien, dit bestaat al. Dan ga ik erover gaan schrijven. Die gaat u dan niet zeggen. Dus je moet eigenlijk zelf weten, van ofwel maak ik een nieuw object. Dan weet ik, ik ga nieuwe data gaan inserten. Of ik gebruik eigenlijk posts where voor een selectie te maken. Meerdere modellen in één keer wordt heel vaak gedaan om bijvoorbeeld, stel nu in jullie werkstuk, de meeste gaan werken met user authenticatie. Als we spreken over user authenticatie, is er eigenlijk een uitbreiding die zegt van, je moet rollen kunnen toekennen. Bijvoorbeeld, je hebt een admin, je hebt een planner, je hebt een financieel beheerder en je hebt een gebruiker. Stel dat je alle planners admin wil maken, kan je die allemaal selecteren, allemaal de rol admin geven en save, wel dan zou je zo'n query kunnen gebruiken om al de elementen die aan die zaken voldoen, posts, where, content is test bijvoorbeeld, die allemaal ga je gaan updaten met de title, ga je zetten naar nieuwe title, of naar nieuwe title. Die geeft hiermee een associatieve array met key value voor de waarde die je wilt aanpassen met kolommen en waardes. Een model deleten is zo simpel als de waarde ophalen en dan op die waarde specifiek natuurlijk pijltje delete, delete methode uit te voeren. Je kan er meerdere deleten door een where-clausule te gebruiken en in plaats van first en
of get te gebruiken, gewoon rechtstreeks delete. En dan ga je elk model dat voldoet aan die voorwaarden, ga je dan effectief gaan deleten. We hebben twee soorten deletes. Dat is misschien raar, maar dus je hebt een hard delete en je hebt een soft delete. Nu, soft delete... ik ga beginnen. Dus hard delete is hetgeen wat wij altijd al gedaan hebben in een database. We deleten data, die data is weg. We hebben er niets meer aan. Soft delete, dat markeert het item. Dus dat gaat eigenlijk gewoon in uw database een kolom deleted at gaan opvullen met de datum. Dus dat wil zeggen, je kan dat terughalen als je die data nog nodig hebt. Het kan ook geforceerd worden. Je kan er overgaan. Maar het belangrijke voor een soft delete is, waarom zou je dat überhaupt doen, is eigenlijk in al je standaard queries, dus bijvoorbeeld hier, post where content is test, als je één post hebt gedelete met test, en dat is een soft delete, die gaat niet in elke standaard query meer terugkomen. Dus het fungeert gelijk een echte deleted value. Maar je hebt de kracht voor die terug te halen. Info er ook over in de documentatie. Query builder, zoals ik al zei, je hebt die werkklausule, je hebt die get, maar je kan nog heel wat doen. En je hebt verschillende manieren om chaining methods te doen. Dus dat is in elke taal, uiteraard, jullie weten ook, als je een methode uitvoert, geeft die methode waarschijnlijk iets terug. Als het een object is, kunnen we daar gewoon verder op een ketting gaan maken en verder op gaan bouwen. Dus dit is bijvoorbeeld zoiets. We starten met de query, we starten met ofwel een modelnotatie, dus post dubbele punt, dubbele punt, of je kan ook rechtstreeks een tabel gaan aanspreken. Dus db, dubbele punt, table, dat zijn tabellen die bijvoorbeeld niet gekoppeld zijn aan een model. Goed, dan heb je drie opties om te starten. Je hebt all en find, dat heb ik al uitgelegd. Dat zijn de shortcuts voor alles of één. En dan kan je beginnen met where en order by. Er zijn er nog een aantal, maar die kan je eigenlijk where, order by, where, order by. Ik kan er meerdere gaan combineren, maar je moet eindigen dan in get of first. Get om alles terug te halen, first om de eerste terug te halen. En dat eindigt dan ook de query te zien aan de puntkomma achteraan. Database seeding. Database seeding is dan effectief voor testen en productie ga je data kunnen al klaarzetten. Dus het fungeert hetzelfde als migraties. Je gaat het op dezelfde manier, gaat ook in dezelfde folder staan. Je kan data in bulk gaan uploaden. Stel je voor dat je een CSV-file hebt die je wilt uploaden voor te testen, maar je gaat die meerdere keren gaan nodig hebben. Wel, je kan die data gewoon plaatsen in een seeder. En bij een echte refresh van de database wordt die seed gewoon uitgevoerd en je hebt alle data ter beschikking. Je maakt dat weer aan met de artisan commando, dus artisan make seed en dan een naam. En dan daar zit eigenlijk een run functie in. Dus, en dan, dat is eigenlijk een standaard manier, kan je daar gewoon zaken gaan aanmaken. Je kan CSV uitlezen die, en die gaan saven. Of je kan gewoon manueel een object aanmaken, dollarteken object equals new post up. En save. Dus op dezelfde manier met Eloquent, maar dan gewoon heel snel data gaan aanmaken. Hoe voer je een seeder uit? Er staat één file bij de seeders. Ga je wel zien in de structuur: databaseseeder.php. En die kan je dan opvullen met de seeders die je wilt runnen elke keer als je de seeders runt. Dus het commando is artisan db seed, dubbele punt seed. Wat wil zeggen, ik ga alle seeders runnen die hier in deze functie staan. Stel dat je al je migrations runt en je wilt tegelijkertijd daar je seeds direct achter runnen, kan je met deze manier gaan werken. Goed, dat was het voor de queries en seeders. Dus ik ga weer even een kleine pauze nemen. En dan in het volgende filmpje gaan we praten over relaties en hoe we tabellen kunnen linken aan elkaar. Tot dan!